Hoe heeft het jouw leven beïnvloed om jouw coming out te doen? Hoe bedoel je precies? Nou, jij bent op social media gaan vertellen, Ja. ik val op vrouwen. Ja, En hoe heeft klopt. dat effect gehad op jouw zijn, op jouw gevoel, op je dagelijks leven? Nou, je krijgt al mensen van, hoe kan dat ineens? Je krijgt van allerlei vragen. En dat mag ook, dan mogen mensen vragen, maar het maakt me wel steeds minder uit. Ik ga gewoon wat mij gelukkig maakt. En als mensen daar niet mee eens zijn, nou dat prima, dan kan je vertrekken. Dan is daar het gat van de deur. Want dan pas je niet in mijn leven. Want het is gewoon respect te hebben voor de keuzes die je maakt in het leven. Ja. Zie je ook dat de laatste tijd dan ook jouw relaties zijn veranderd? Ik heb een betere relatie met mijn tante. Die heb ik is na 30 jaar weer in mijn leven gekomen. En die wist ook eigenlijk als een van de eerste. Of nee, die wist als eerste. Daar heb ik een goede band mee. En ik heb het ook tegen een goede vriendin van mij verteld. In één keer dat ik dacht van, oh, oké, okay, hoe ga ik dat doen? Maar dat heb ik ook gewoon verteld. En voor de rest, ik heb weinig mensen om me heen. En dat vind ik heel fijn. Ik heb daar zelf een bewuste keuze voor. Ook weer een bewuste keuze gemaakt na de bevalling van mijn tweede zoontje. Dat gewoon iedereen liefdevol doei heb gezegd. Want ik ga voor mezelf kiezen. En niet iedereen pleasen en achter iedereen aanlopen. Dus ja, sommige mensen kunnen mijn keuze niet accepteren. En dat is oké. Okay. En met sommige mensen heb ik weinig contact. En dat is ook oké. Okay, ook familie. Maar dat laat me niet meer tegenhouden. Ja, en voel jij je dan niet soms eenzaam? Ja. Dat wel. Ja. Dat En wel. hoe is dat proces dan van eenzaamheid? Familie die er eigenlijk niet voor je is. Tenminste, dat voel ik. Hè. Dan praat ik vanuit ik-vorm. Ook met oppassen, met andere dingen. Nee, geen druk. Terwijl ik dat vroeger wel altijd heb gedaan op mijn nichtjes. En nu ben ik zelf alleenstaand. Is er niemand. En ook dat, ja, op een gegeven moment heb ik van, ja, weet je, ik wil verhuizen. Ik hoef niet meer daar te blijven. Ik ga gewoon verhuizen naar wat ik wil. En ik hou hem geen rekening meer met mijn zogezegde familie, want familie die krijg je en dat zegt niks. Dat zegt niks over de band. Ik heb nou gewoon een goede vriendin van mij die meer als familie voelt als mijn eigen familie. Buiten trouwens mijn moeder en mijn stiefvader, want die zijn wel echt, die zijn altijd, die komen gewoon overvliegen vanuit Portugal voor mij dus. Ja. Dus in die zin voel je je wel gesteund. Ja, op een afstand. Maar ik heb daarin ook door plantmedicijn ben ik wel keuzes gaan maken. Ze zijn niet helemaal makkelijk geweest, maar ze dragen wel bij voor mij. Voor ja, hoe ik in het leven wil staan. En kun je nog iets dan ook vertellen over de verschillen tussen de verschillende mijcadeaus en producten? Ja, de Soul Present Drops voor de avond, die vind ik, ja, die vind ik, ik weet niet, die vind ik gewoon heel fijn. Ik droom er wel van, maar dat heb ik met alle dingen. Dus mijn dromen zijn heel intens en ze komen uit. 9 van 10 keer komen ze uit. En dan speel ik er een rol in, maar dat is niet op mij gebaseerd. Dat overkomt een ander. Ja, dat is heel, heel eng. Daar heb ik al 2, 3 keer meegemaakt. Ja, zo ook mijn opa heb ik ook zo over een overlijden en een paar weken later is mijn opa er niet meer. Oké, dus je Ja. hebt ook die verbinding gewoon Ja. neergekregen. Ja. Ja. Dus, maar dat, ja, weet je, en je verwerkt veel dingen in je slaap ook. Daar vind ik het fijn voor. Het is een zachte manier van heling. Het is een rustig proces. De truffels, ja, je krijgt er heel veel hoofdpijn van, maar dat ben ik. Ja. Maar ook die heeft weer zijn werking. Dat is voor mij wel echt lang geleden trouwens, hoor. Ja. Volgens mij zo'n van 1 jaar geleden, Ja, oktober. dat klopt. Toen ben ik begonnen, ja. Ja. Dat weet ik. Oh, dat is creativiteit wel. En de capsules, Soul Present capsules, een beetje het effect van de Soul Present drops, alleen die overdag. Vind ik is ook gewoon zacht. En de microdosing chocobliss is gewoon, ja, is en lekker. En ja, als je het een beetje wat meer neemt, zoals ik af en toe gewoon doe, omdat ik dat fijn vind. En dan, ja, ik krijg een beetje trippy feeling. Of jij ja, een heel, weet je, maar dat is maar heel korte duur. Dat is echt een paar minuten of zo. En dat vind ik gewoon, dat is gewoon fijn. En die laat me wel echt keuzes maken die bijdragen bij mij. Omdat ik dat natuurlijk al een langere periode nou gebruik.
hebben die echt wel voor eigenlijk de laatste paar maanden gewoon de keuze die ik maak en vooruit komen en echt voor mezelf gaan staan. Dat heeft dan mij gebracht en de cacao, die voelde ik direct. Dat stroomde over in verdriet, gewoon denk van dankbaarheid, van verdriet in wat er niet is of hè, dat ik alleen staan ben. Gewoon eigenlijk alle soorten verdriet, van blijdschap, boosheid, van alles kwam er gewoon echt uit. Dus dat voelde ik echt gewoon direct gewoon door heel mijn lichaam. Ja. Dus dat is voor mij eigenlijk de verschillen. Ja, dankjewel dat je dit zo deelt. En ja, zou je kunnen zeggen dat de plantmedicijnen voor jou de tool zijn die je hebt gevonden om dichter bij jezelf te komen? Voor mij wel, ja. En ik gun natuurlijk echt iedereen gewoon om, als je er sceptisch tegen staat, kan, ervaar het. En dan weet ik zeker dat je er heel anders over gaat denken. Dat je dankbaar bent. Ja. Dus dat is waar ik ben. Ja, en hoe zie jij jouw toekomst, je vervolgpad? Dat ik dit nog blijf gebruiken. En dat ik dit nog steeds iedereen aan zou raden. Omdat er gewoon een fijne manier is van helen. Van een... In microdosering. In doseringen. Je innerlijk kind te helen. Of trauma's te helen. Net wat voor, wat voor iemand nodig is. Mm-hmm. Voor mij zijn in ieder geval de trauma's helen. En innerlijke rust. Meer voor jezelf kiezen. En echt je uiteindelijk... droomleven leven. Ja. En wat zou je nou tegen iemand zeggen die zit te kijken en dus twijfelt of microdosing nog eng vindt? Wat zou je die willen meegeven? Wat ik die wel mee wil geven, is gewoon doen. Geef je over. En stap er blanco in. Ja. Daar heb ik uiteindelijk wel gedaan. Ik was van, ik ga kijken wat het me brengt. Ik zie het wel. Ik ga geen vooroordelen, maar ik ga het gebruiken en ik ga het ervaren. En gaat voelen. Ja. Is er zelf nog iets wat je wilt toevoegen over jouw ervaring met plantmedicijnen? Misschien ook dat je dacht van, ik stapte erin en ik had dit verwacht, maar het heeft me dat opgeleverd? Of? Ja, ik had meer verwacht, ik heb innerlijk rust en ik kies echt voor me. Ik had wel een hele andere gedachte. Ik denk van, dan gebruik ik het en dan na 2-3 maanden dan is het wel goed. Maar ik ben inmiddels een jaar verder en ik vind het fijn om te blijven gebruiken. En soms dan doe ik het een week niet en dan begin ik weer. En dan doe ik het weer een maand en dan stop ik even en dan pak ik het verder. Ja. Dus ik vind het gewoon fijn om te blijven gebruiken. En dan doe ik verschillen. Dan heb ik de Choco Bliss en dan heb ik de Soul Present Drops. En dan pak ik weer dit. Dus ik doe het echt vanuit mij, doe ik het vanuit het gevoel. Wat ik op dat moment voel. Dan neem ik dan. Ja, en nu zou het kunnen zijn dat mensen kijken en denken, maar dat is gewoon een verslaving. Nee, totaal niet. Nee. Want ik kan ook gewoon gerust 2-3-4 weken stoppen, maar ik vind het gewoon fijn omdat ik persoonlijk nog heel veel te helen heb, omdat ik best wel veel heb meegemaakt in mijn 33 jaar dat ik nu ben. En ik wil gewoon een betere moeder zijn voor mijn kinderen en dat kan ik voor mezelf, dan praat ik vanuit mijn eigen ervaring. Alleen goed zijn als ik dingen loslaat, dingen onder ogen kom en dingen ga helen. Ja. En daardoor ook ik heb al zelfliefde, maar daardoor nog dichter bij mezelf kom en dat ik dat mijn kinderen ook mee kan geven. Ja. Want het is niet geen verslaving, het is een stukje van zelfliefde. Het is een stukje van jezelf gunnen om dingen te helen, om dichter bij jezelf te komen. En dan uiteindelijk je mooiste leven te leven. Ja. Dus het is geen verslaving, ik kan makkelijk maanden stoppen, maar ik vind het gewoon fijn en het brengt me heel veel. Op dit moment. En het kan daar zijn dat het in één keer een paar maanden niet is. En dat ik denk van, ik vind het weer fijn. Want ik wil creativiteit of ik wil bepaalde dingen ervaren. En dan ga ik het weer doen. Nou, ik wil echt onwijs bedanken voor het delen van je verhaal. Zitten toch voor mensen nog barrières op om dus natuurlijke plantmedicijnen te gebruiken om te helen. En ja, ik vind het heel inspirerend ook hoe jij allerlei verschillende producten probeert, hoe jij echt je gevoel volgt en je nieuwsgierigheid volgt en met jezelf aan de slag gaat om steeds een betere versie van jezelf te worden en ook een betere moeder, zoals je zei. Ja. Dus onwijs bedankt dat je naar Amsterdam bent gekomen om je verhaal te delen. En natuurlijk heb ik een kleinigheidje voor jou om je te helpen en te bedanken. Ah, super lief, dankjewel. Oh, daar ben ik blij mee. Dank je wel. Dat is een microdosing Choco Bliss.
Nou, ik weet niet of mensen het zien, maar deze. Ah, superleuk. Nou, ook een rood hoofd waarschijnlijk. Ik ook een tijd met dat soort momenten. Ja, ik ook. Ik voel hem gewoon gloeien. Nou, het is alleen maar echt. Ja, dat wel. Heel leuk. Ja, top.